Welke auto heb jij eigenlijk? Een Audi RS6. Goed, waarom volg je mij? Zou iemand hem zo kunnen zeggen? Of is hij al aangehouden voor verboden wapenbezit? Nee, dat gaan we zo doen. Dat doen we zo dan. Hier, daar is die 6x6. Kijk, daar is die, ik sta. Tata, daar is die. Oké, ik wil dat iemand dit even bijhoudt. Ik heb 1 AK-12. Yes. Wacht. AK-12, ja. Ik schrijf van mee, want ik heb die AK-12, pogo. AK-12, ja. Ik heb een AK-74. Positief. Zou je even kunnen helpen bij een staande houding, wat wellicht een achtervolging wordt? Ja, je mag mij even volgen. Bij de locatie stil. Op je knieën! Op je knieën! Doe rustig. De reden waarom wij Sonic een beetje zaten te treiteren en waarom ik Jaap aan het doordringen vertellen was, als ik de politie voorbij zag rijden. Ik heb verder niks inhoudelijk gezegd, alleen dat de politie, op een gegeven moment was het wel duidelijk dat de politie achter me aan zat. Want toen kwam Sonic naar mij toe en zei, hey, haal die politie eens van mijn kontje af, jongen. Ja, dus je wil hem gewoon even vies te Ik wil hem vies te pakken krijgen. Ik wil dat hij in zijn broek pist. Die zo bang is. Je reed door rood. Nee. Jawel. Het was groen. Stilt ons voertuig. Locatie. Daar komen volle bakken aanrijden. De persoon heeft voertuig gestolen. Hij rijdt weer de richting die jullie waarschijnlijk. Links. Dit is hem. Oeh. Wacht even, 12-12. Ja. Moet ik hem zetten? Nee, er is een collega bij mij. Ik ga hem nu aanhouden, sorry. Kom maar. Lowe laat zien. Andere move. Dit advocaat voor Henk.